Tenzij hij nu mij eraf gaat slaan. Oh, met je anti-knockback. Lekker hoor. Hij heeft veel betere keer. Oh, nee! Nee, je dit! Wie heeft me gekillt dan? Die gozer heeft hij me gesniped. Jarop, kijkers van mijn kanaal. Mijn naam is Den, oftewel de Rotjoch. Welkom terug bij een nieuwe video op het kanaal Rotjoch. En we spelen vandaag weer Minecraft Skywars voor jullie. Zoals jullie weten, dagelijks een extra PvP video om 7:30 natuurlijk. Het is vandaag Skywars dag, dus we gaan vandaag weer lekker Skywars spelen. Vorige keer heb jullie gevraagd, heel probeer je alsjeblieft niet zoveel te schelden. Want dat vind ik niet zo leuk als je gaat schelden. En toen heb ik mijn excuus aangeboden van oké, is Gucci. Ik ga proberen minder voor jullie te schelden. Want dat, als jullie het echt niet leuk vinden dat ik sommige woorden gebruik, dan zou ik op mijn woorden proberen te letten. Het is nou eenmaal moeilijk voor mij. Ik ben namelijk een persoon die totaal niet aantrekken mensen hun woorden. Als mensen willen schelden met het woord, met het K-woord. Dus inderdaad, mijn kanaal, ik zeg het woord bijna nooit. Maar ik zeg het echt eigenlijk nooit. Maar als mensen schelden met het woord kanker of zo, dan ga ik niet heel erg moeilijker om doen. Want joh, ze hebben ervoor gekozen om hetzelfde te zeggen. Laat ze lekker in hun waarde. Laat ze het lekker zeggen. Want als ze zich daar heel goed bij voelen door het woord kanker te gebruiken. En jou ga ik eraf slaan. En... Oh, lek! Nee! Die lek! Ik wou voor een triple kill. Ga ik dood door lek? Oh, kijk. Ik ga het potje nummer 2. Oh man, wat een begin. Ja, daar gaan we. Potje 2. Alright, we beginnen dus met een dikke paal. Het was raar. Die double kill was mooi. En toen ging ik dood door een derde. Dat was pretty vervelend. Naar, lastig. Dat was gewoon kut. Oké, we gaan naar het volgende potje. Het map Atlantis. We gaan kijken of ik deze wel ga kunnen winnen. En niet dood ga binnen 2 minuten. Omdat ik denk van YOLO, ik ga voor de double kill. Maar ja, het was worth, man. 2-1, weet je wel. 2-1. Als je bijvoorbeeld een ander spel speelt, is dat heel goed. Is dat heel goed. Ja, ik speel team deathmatch style. 2 kills is mooi. Oké, ik doe het voor de kills, jongens. Doe het voor de kills. Oké, dat is echt. What the fuck? Waarom deed je die suicide actie nou? Hey man, oké, concentratie. Potje 3, concentratie. Concentratie. Alright, ik heb nu 2 kutpotjes gehad. Ik zat wel een beetje te kloten. Niet geconcentreerd. Dit potje ga ik weer te winnen. Ik ga me concentreren. Ik speel op de map Flowers. Deze speel ik nooit. Maar. Oké, moet lukken. Alles Gucci. We gaan ervoor. Normale chests, dus dat is degene wat ik zoek. Daar gaan we. Voor degene die trouwens af en toe komt, ik wel eens met mensen met kijkers in een potje. En dan zeggen ze wel eens van, deel, maar leuk. Maar dan gaan ze, doen ze weight chest aan. Hoe heet ik weer? Overpowered chest. Dan leave ik de game. Want ik vind overpowered chest echt niet eens leuk om te spelen. Ik vind het echt verschrikkelijk. Heel veel kijkers zeggen, ja, neem YouTube rank. Dan kan je overpowered chest doen. Ja, maar dat wil ik dus juist niet. Want ik vind overpowered chest het saaiste wat er is. Dan gaan mensen campen op een eiland. Dan gaan ze blijven zitten op één plekje. Dat is super saai, toch? Ja, dat is super saai. Dus dat gaan we dus niet meer doen. Dus we gaan niet voor een YouTube rank. Vraag het ook niet meer van me aan. Ik weet heel veel kijkers van me aangevraagd hebben. En ik heb het zelf ook één keer aangevraagd. Toen gebeurde er niks. Oké. Jij bent dus pretty much dood. Nee, ik wil je spullen. Nee. Man, ik heb de spullen gekregen. Maar, oh, nee. Oh, rot op. Oh, man. Oké, die gozer dacht, ik ga de situatie misbruiken om mij aan te vallen. Maar, ik heb de kill gekregen, dus pretty Gucci. Oké, deze sprong moet goed gaan. Ja, hij is lekker. Oké, ik ben weer terug op mijn eigen eiland, want dan kan ik naar beneden. Voor meer keer, of ben ik hier al geweest net? Ja, je was wel geweest. Kloten. Ik moet even wat eten hebben. Dat is wat ik wou. Even wat eten nemen. Dan heb ik een boog. Ja, heb ik arrows. Ja, heb ik een kill. Ja. Oké, mooi. Dat is 1, 2 en 3. 1 plus 1 is 2, dat maakt samen 3. 3 is een driehoek, driehoek is Illuminati. En Illuminati is confirmed. Dankjewel, CC voor Cosmo. Oké, dan gaan we door naar de volgende. Volgende Killerino. Trouwens, ik ga jullie vragen zoals altijd natuurlijk. Als ik bij PvP video 1000 likes krijg. Het is inderdaad deze, dus bij Skywars. Ook als het Skywars dag. Of bij Hunger Games, maar niet uit. Een van de twee krijg ik altijd een guilty fight. Van op de Hypixel ga ik een guilty fight wegdoen. Moet je natuurlijk wel van reactie plaatsen natuurlijk. Van hey jongens, ik wil graag je guild. Of natuurlijk eerst een hele leuke video deel. Goed gedaan, of je was echt slecht. Hahaha. Leuk gedaan en jammer, maar ik wil wel graag je guild van Hypixel. Mijn naam is, weet ik veel, je Minecraft naam, weet je, Harry Potter 1, 2, 3.
Maar nee, wat? Een van de namen wat je hebt. Hoe je ook heten mag op Minecraft. Ik heb namen gezien af en toe van kijken. Dus ik denk van, jeetje, Mina. Hoe dronken was jij toen jij je naam... Oh man, hij heeft veel goede betere gear. En hij slaat me eraf. Hij heeft veel betere gear. Oh, nee! Meen je dit? Wie heeft me gekild dan? Die gozer heeft hij me gesniped? Heeft die gozer me nou echt gesniped? Terwijl ik aan het fighten was met de ander. Oh, deze pick-up was wel heel zielig, Bas Bitterbal. Oh, hij was achter ons. Dat was gewoon een clean-up. Oh, wat een clean-up. Oh, man, ik had een lekker potje. Maar goed, helaas ben ik gecleaned. Op naar het volgende potje. Alright, we zijn het laatste potje aangekomen in de map. En hopelijk ga ik deze wel winnen, want het vorige potje ging lekker. Ik ging ham, ik ging los. Ik had kills gemaakt. Zelfs eentje met veel betere gear uitgepvp'd. Maar ik verloor de fight, want... ik won de fight, maar ik ging dood door inderdaad de clean-up. Kan gebeuren, weet je, ik clean ook wel eens een keertje. Dus het kan zo zijn. Maar mensen, in ieder geval, laat in ieder geval dan dus inderdaad een blauw duimpje achter omhoog. Dan kan je lekker in mijn guild komen van Hypixel. En dan ga ik met jullie, met jouw kijkers af en toe in streams en met andere dingen. Want er zijn een paar kijkers die in mijn guild zitten. Lekker Minecraft Survival Games spelen om natuurlijk gear te grinden. Want ik wil natuurlijk een kit op level 10 krijgen. En dan moet ik, kan ik niet in mijn eentje. Dat lukt me gewoon niet, want ik vind het ook minder leuk om een eentje te spelen. Dan zit ik met jou op teamspeak natuurlijk van DDG. Samen gaan we lekker dan Skywars spelen. Nou, goed. Ik ben nu op een eilandje. En, ja, gek hè. In Skywars. En we gaan door naar het volgende eiland. Als ik niet gefocust ga worden. Wat wel zo lijkt te gebeuren. Want, ja hoor. Dat is de eerste ei van twee eilanden verderop. Het is zo jammer. Dat is zo tranen. Altijd. Wow, zat die gast daar in de fik. Zag je dat? Hallo mevrouw, dankjewel voor al je spulletjes. Dit doet me goed jongens, daarom doe ik deze tactiek. Lekker naar de buurvrouw en ik heb meteen haar spullen opgepakt. Dat is heel erg leuk om te zien. Dankjewel voor de spullen. Ik ben er heel erg blij mee. Hartstikke bedankt, we gaan door naar de volgende kill. Nou eigenlijk wil ik naar hem toe gaan. Niet diegene naast mij hier hoor, want die het mij net probeert te killen. Alleen, le problema is dat zeg maar ik daar weer een hele grote brug voor moet bouwen. En een grote brug bouwen is niet chill als die gast dus inderdaad een boog heeft. Want ik weet dat hij een boog heeft of eieren. In ieder geval een eiergooier is. Weet je, hij is een eiergooier, dat hebben we gezien. Dus dat is niet zo super leuk om te gaan, of super fijn om te doen. Ik heb geen zin om te enchant hoor. Dus heel veel mensen gaan altijd enchant op deze map, dat weet ik. Maar ik hou er niet zo van. Kijk, het is kut. Deze gast daarnaast ook al, die Louis CA 18, die gaat gewoon naar mij kijken. En dan gaat hij een boog pakken. Really bro? You gonna be like that? Fine then. Oh man, dit is echt niet chill. Het is niet zo chill. Ik wil gewoon rustig mijn eilandje weer op kunnen. Yo, we gaan gewoon rennen. Rennen. Oké, ik ben terug in mijn eigen eiland. Ik ga gewoon denk ik toch doen wat heel veel andere mensen ook wel eens doen. Dat is gewoon hier naar boven toe doen. Maar doe ik het nooit. Hierbovenop. Want meestal val ik er dan af. Oké, heb ik een pickaxe? Nee, ik heb geen pickaxe. Dus dit is niet de beste blok die ik gebruikt heb. Maar goed. Het is niet anders. Ik ga lekker hier gear verzamelen. En dan ga ik terug naar het andere eiland. Hupsakee. Af en toe wat risico nemen is altijd even lachen. Nooit. Heb ik hier wat ik aan zou kunnen trekken? Nee, eigenlijk niet. Ik was eigenlijk op zoek naar meer dan een boog. Maar ik heb wel een pickaxe nu. Dus dat is in ieder geval iets wat ik kan aantrekken. Oké, we gaan door. Want, ja, er gebeurt niet zo heel erg veel op het moment. Niemand durft een bruggetje te bouwen. Dat komt dus door die Louis, deze gozer. Dat soort gasten vind ik zo saai. Kijk, hij heeft letterlijk voor hem voor zichzelf een dingetje gebouwd. Een beschermingsmechanisme, een torentje waar hij in gaat zitten. En dan gaat hij blijven zitten. En zodra iemand dus in zijn buurt komt, dan pakt hij zijn pijl en boog erbij. En dan gaat hij op je schieten. Dat is iets wat super irritant is. Ik mag het woord... Eén woord mag ik niet meer gebruiken voor jullie, want vonden jullie niet zo leuk dat ik dat deed. Dus dan doe ik dat ook niet meer. Maar het is super saai. Ik bedoel, ik zit nu vast, pretty much vast. Want, of ik moet zo'n dubbele brug bouwen, maar dat is super veel werk. Weet je, ik wil echt heel graag naar deze gast toe bouwen, maar... Ja. Ik durf het gewoon niet. Vooral door hem. Zie ik? En dan gaat hij weer naar me kijken. Op het moment dat ik aan het bouwen ben, naar mij te kijken. Oh, we worden hem toegebouwd. Alsjeblieft, pak hem. Alsjeblieft, pak hem. Ik ga niet die gast eraf binnen gooien daar. Die mag, voor mij mag je dan toebouwen, want hij doet het super saai. Super zielig. Louis, CA, jij bent echt een triest figuur. Ah, zie, ik kan niet op een brug komen, want ik wil een brug bouwen, weet je wel. Ik zal die willen mensen het nooit laten gebeuren. Ik bedoel, als je mij dat gewoon laat doen, dan is de kans groot dat een van mij, ik of die osselkar... Ja, nu kan ik niet meer naar die osselkar toe, want die heeft me nu gezien. Oh, dit is tranen met tuiten huilen.
Ja, hoe ga ik het oplossen, jongens? Ik heb geen idee, eerlijk gezegd, want ik heb maar 14 snowballs. Weet je wat ik ga doen? Ik ga eraf snowballen. Tak, 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 tak. Die sprong haal ik niet, hè? Nee, dat is een sprong die ik net niet ga kunnen halen. Oh, dit gaan we niet doen, jongens. Want Oswakar die blijft daar lekker staan. Die vindt het dan wel goed zo als ik in de buurt kom. Oh man, het is zo saai. Oswakar. Oh, maak de brug lekker af. Thanks, yo. Dankjewel voor al je spulletjes. Ik heb wel één golden apple van je opgepakt. Thanks, 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 thanks. Ik heb wel echt veel te veel troep bij me. Oh, bouwblokjes. Dat is wat ik zocht. Dankjewel voor de bouwblokjes. Deze gear hoef ik allemaal niet. En hij heeft jungle wood planks. Dat is ook iets wat ik nodig had. Geen diamond chest. Hij heeft helemaal geen chestplate. Is hij hier bovenop geweest? Nee. Normaal doe ik het ook nooit. Maar ik ga het nu wel doen. Want misschien zit er een diamond chestplate in. Nee. Oké, okay, hij is er wel geweest. What the fuck? Hij is er wel geweest, maar hij had echt amper gear ofzo. Dat was vreemd. Oké. Okay. Wat ik ga doen. Ik ga naar de volgende. Want dat zijn twee gasten nog. Er zijn nog drie mensen over naast mij. Twee lopen aan de overkant, dat weet ik. Daarvan is één daarvan die gigantische camper. Het is echt... triest mannetje. Oh, lekker. Oké, ik ga naar hem toe. Maar hij wil ook naar mij toe. Dus hij wil ook vechten. Oh, dit wordt een leuke. Dit is een leuke, denk ik, deze gozer. Hij heeft tenminste zin in om wat te gaan doen. Dus hij nu mij eraf gaat slaan. Oh, met je anti-knockback. Lekker hoor. Geile boef. Lekker maar, die anti-knockback, hè. Wat een klootzak, joh, hè. Wat een klootzak. Wat een klootzak met zijn anti-knockback. Oh, smeerpijp. Dus hij nu mij eraf gaan slaan. Oh, met je anti-knockback. Lekker hoor. Alright, mensen, in ieder geval, dat was weer een nieuwe Minecraft Skywars. Vandaag heb ik echt slechte potjes gehad. Ik heb echt heel slecht gespeeld. Het geeft niet. In ieder geval, laat lekker een blauw duimpje achter omhoog als je het leuk vond. Zie ik jullie graag in een volgende video. Laat me even weten of je dacht dat die gozer ook hackte. Ja of nee? Ik denk van wel persoonlijk. Maar ja, goed. Ik vind heel snel dat mensen hacken. En blijkbaar doen mensen het ook heel vaak. Maar goed, mensen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. Ik zie je graag in de volgende video. Laat het wel eens zien. En natuurlijk, peace!